Anne Voets, net gefinished in de dressuurwedstrijd voor de para's met verdet PBNOP. 74% dik. Tevreden? Zeker, sowieso met de rit. We hebben vorige 2 weken terug hebben een observatiewedstrijd gehad in Roosendaal. Waar we wat dingetjes hebben uitgeprobeerd in de proef. Die nog niet helemaal het gewenste resultaat opleverde. Ik was daar wel heel tevreden met hoe mijn paard meewerkte en hoe dat hij het allemaal deed. Want hij deed wel wat ik van hem vroeg, alleen vroeg ik misschien niet het goede. En daar hebben we de afgelopen weken op doorgetraind. Om te zorgen dat we voor de volgende observatiewedstrijd weer wel in het goede ritme en de juiste resultaten terecht zouden komen. En dat zijn we gaan doorontwikkelen. We hebben daar gewoon lekker op doorgewerkt. En dan met name op het algemene beeld, de oprichting. En het mooie op het achterbeen blijven en zo heel mooi in het ritme blijven. En het lukte vandaag heel mooi. En het is wel super fijn dat we hier eigenlijk de kans hebben om een soort generale repetitie te maken voor de volgende observatiewedstrijd half juli in het Duitse Überherren. Ja, en dan komen de wereldkampioenschappen. En met een wedstrijd als vandaag komen die WK's toch dichterbij voor jou. Ja, sowieso komen ze dichterbij. En het is natuurlijk, we hebben de eerste observatie nu gehad. En de tweede, daarvan zou ik toch wel heel graag willen dat die beter gaat. En dan denk ik ook dat ik tegen mijn grootste concurrent ga opnemen in Duitsland, in het Hol van de Leeuw. En kort daarna hebben we nog Nederlands kampioenschap. Maar de wedstrijd van vandaag geeft ontzettend veel vertrouwen. Alleen hebben we natuurlijk eerst vrijdag nog het einde van deze finale. En ik hoop toch wel dat we dat ook in stijl kunnen afsluiten. Ja, want vorig jaar won jij in Rotterdam ook. En toen ging het in de finale niet helemaal naar wens. Nee, dat klopt. Toen ging het in de kuur, toen zat er te veel spanning op. En Verdet kan je eigenlijk overal rijden. Behalve in het hoofdstadion op het CIO. Hoe mooi ik het ook vind en hoe geweldig ik het ook vind dat we hier mogen rijden. Want dat vind ik sowieso even het vermelden waard. Verdet was daar niet helemaal op zijn gemak. Die genoot er iets minder van dan ik. En toen hadden we een paar grote fouten in de kuur. Werden we uiteindelijk nog wel derde. Maar ik hoop dat we dit jaar toch recht kunnen zetten wat vorig jaar misgegaan is. In ieder geval heel veel succes. En ik hoop dat Verdet zo ontspannen is als een veertje. Ik ook. Dankjewel. Oké, dankjewel.